President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens de klimaattop in Egypte deelgenomen aan een debat voor behoud van het Amazone regenwoud, waar Suriname deel van uitmaakt. De Amazone is een van de meest biodiverse gebieden op aarde. Het Amazonewoud is thuis voor duizenden soorten planten en dieren. De presidenten van Colombia en Venezuela hebben gisteren op de COP27 klimaattop een oproep gedaan voor een brede alliantie om de Amazone te beschermen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, zegt dat tijdens deze meeting de drie presidenten specifiek hebben gesproken over de bescherming van de Amazone. Het Amazonegebied produceert een groot deel van de zuurstof voor de wereld. Ondertussen weten we ook dat er bedreigingen zijn in het Amazonegebied. En die werden dus besproken. Ontbossing, problemen met waterwegen, enorme houtkap. Dat soort problemen zijn er. Dus dit initiatief is bedoeld om in eerste instantie alle leiders op één lijn te krijgen. Dat er actie moet worden ondernomen naar de wereld toe. En dat is eigenlijk de bedoeling geweest van de meeting. De president van Suriname heeft gesproken, de president van Colombia en de president van Venezuela. De bedoeling is dat er in januari vervolggesprekken plaatsvinden. Onder andere ook met de dan beëdigde nieuwe president van Brazilië, president Lula. En ook met andere regeringsleiders die onderdeel zijn van het Amazonegebied. Ramdien geeft verder aan dat niet onderschat moet worden hoeveel biodiversiteit in het Amazonegebied voorkomt en wat voor ecosystemen er zijn. Hij benadrukt dat er werk aan de winkel is om dit vraagstuk op te lossen. En de beste is wanneer leiders dus eensgezind zijn over de acties die ondernomen moeten worden. Iedereen heeft zo zijn eigen visie, maar over het algemeen is men er wel over eens dat er geen schade moet worden toegebracht aan het Amazonegebied. Het moet op een duurzame manier ontwikkeld worden. En er moet gezorgd worden dat het milieu beschermd blijft, maar ook de tribale volkeren die daar leven en hun cultuur. Dus in alle opzichten is het belangrijk dat de regeringsleiders elkaar goed verstaan en weten wat de prioriteiten zijn. De bedoeling van het debat is dat landen in Zuid-Amerika de verantwoordelijkheid dragen, zodat de vernietiging van de Amazone stopt en dat er een gecoördineerd herstelproces op gang komt. Minister Ramdien merkt op dat het behoud van de Amazone alleen kan als leiders uit dit gebied op één lijn zijn.